En ik ging weer met mijn domme hoofd trap omhoog. Dus ik heb gewoon een shiny verpest. Oh, wow, oh, wow. Ja, lekker zeg. Oh, shiny. Yo, Drop Army. Dag lieve jongens en meisjes. Super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Mike. Dit is Noah. Dat is Liam. En wij gaan vandaag verder met ons Pokémon Let's Go avontuur. We staan op dit moment op het punt om richting Elite 4 te gaan. Om het op te gaan nemen tegen Elite 4 en eigenlijk Pokémon kampioen te worden. Alleen daarvoor moeten wij wel een iets sterker team hebben. Dus, wat zijn wij op dit moment aan het doen? Wij zijn gewoon Pokémon's aan het vangen. Zoals jullie kunnen zien, mijn catch combo daar linksboven staat op 16. Wij zijn bezig om eigenlijk proberen ook een shinytje mee te pakken, want dat zou echt fantastisch zijn. En wij staan nu op 17. Ik was bezig met Pokémon's aan het vangen. En ik ga dan van trappetje op, trappetje af, 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 trappetje op, trappetje af. Daardoor krijg je dus de hele tijd nieuwe Pokémon's. Alleen wat gebeurde er? Ik ging dus het trapje naar beneden, kwam er een shiny Machoke. En ik ging weer met mijn domme hoofd trap omhoog. Dus ik heb gewoon een shiny verpest. Gewoon een shiny Machoke verpest. Gelukkig staat het niet op video, want dat had iedereen mij uitgelachen waarschijnlijk. Dus, wat ben ik nu aan het doen? Ik ben gewoon knijterhard Machokes aan het vangen. Omdat ik gewoon, ik wil die shiny nu hebben ook. Ik wil die shiny nu hebben ook. Dat ging als je een trappetje op het trappetje. Kijk eens. Oh. Ik vind het allemaal zo spannend altijd, die shinies, hè? Hé, zag je een uitlaging in Machoke? Ja, kijk, wat we dus moeten doen, om een catch combo te houden, moeten we hem dus niet laten ontsnappen. En wij moeten zorgen dat we ze dus vangen. Wij zitten nu op 17. En bij 11, 21 en bij 31 geloof ik, wordt de kans op een shiny dus steeds groter, guys. En dit is de manier hoe je dus shiny hunt in Pokémon Let's Go. Plus, je team wordt gewoon supersterk, dus dat is lekker. Oké, okay, nou. Maar die shiny met die boxes heeft blauwe handschoenen. Oh, niks. Die shiny Hitmonchan. Ja. Die heeft blauwe handschoenen. Als ik die Pokémon was, dan zou ik makkelijk nu al een shiny kunnen zijn. Dan op mijn sportschool kan ik gewoon mooie blauwe handschoenen aan. Jij kan gewoon op je sportschool. Kan je gewoon. Blauwe handschoenen aan. Blauwe handschoenen. Oh, zo. Ik ga met die ring langs mijn neus, zeg. Dat is hier. Zo, dat is hier, zeg. Zo, huppakee, Bokka. Bam. Bam. Nummer 19. Nummer 19. Kijk, het begint nou wel lekker te worden, guys. Kijk, en dat team wordt gewoon zo sterk. Dus die Elite 4 dadelijk, dat wordt dit. Zo, twee vingers in de neus, guys. Kun je Liam kijken, joh. Die denkt dat ik niet goed ben. Pikachu level 56, lekker, hè? Oh, 19. Misschien wel leuk om even te vermelden aan iedereen thuis. Jongens en meisjes, wij staan op het punt om eigenlijk een Q&A video te gaan maken. Dat betekent question and answer. Dus, jullie mogen thuis in de reactie onder deze video een vraag stellen aan ons, aan mij of aan Noah, aan Liam of aan ons allemaal. Als je dus iets van ons wilt weten, laat het hieronder weten en wij gaan binnenkort een video maken waar we al jullie vragen dus gaan beantwoorden. Dus zorg ervoor dat wil je wat weten, wat misschien zijn lievelings-Pokémon is of wat voor leuke dingen hij buiten gamen nog meer doet. Of wil je misschien weten hoe Liam zijn haren was met die krullen, kan je ook willen weten. Nou, laat het even weten hieronder en wij geven overal antwoord op. Ik denk wel dat hij echt zo gaat komen, man, guys. Er komen een partij Machokes iedere keer. Laat op, er komt hij aan. We gaan gewoon echt maaien, man. Dan komt hij zo aan. 3, 2, 1. Oh, oh. Wat is er? Oh, ook niet. Ik schrik ook iedere keer. Ik ben ook super bang dat ik hem gewoon weer verpest. Dat heb ik net ook gedaan. Deze gaan we nog even vangen. Durf je dat? Ja, ik durf het wel. Eén balletje durf ik wel. Laat op, 1, 2. Go. Boom. Excellent. Dat is hebben. Dat is hebben. Is het hebben? Ja, het is hebben. Ja, is hebben. Pat, 22. Oh, lekker. Oh, het wordt spannend. Het moment van de waarheid komt wel steeds dichterbij, guys. Nog één keer. Zetten we de game uit. Het moment van de waarheid. 1, 2, 3 en naar beneden. Dan komt hij aan. Doen, 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 doen. Boom. Echt nooit te snel lopen. Oh.
Oh, één Pokémon? Eentje maar! Kom even dan! Nog één! Blijf... Nee! Oké, dit is hem. De laatste, guys. Let's go! Komt-ie aan! Ah, nee! Kun je zet hem uit? Nee! Nee, geintje, gaat er gewoon door, je gek! Die machokes hebben geen zin meer. Machokes hebben... Zo, zie die haren van Liam. Kijk die haren van Liam. Mooi, man! Mooi, dat platte heur. Platte heur. Ik vind het al bijna niet meer leuk, Charlotte. Vind je het al bijna niet meer leuk? Ik ga weg. Zo lang duurt het. Ga je weg? Morgen kan je toch wel laten zien aan mij? Ik kan alles laten zien aan jou. Maar misschien komt er wel geen shiny. Ik heb wel het idee dat we nog... dat we echt die catch combo even compleet moeten maken. Doe het dan! Nu! Oh, hoi. Ga je er vandoor, jongen? Haha, je gaat de shiny missen. Zoveel level... Papa. Oké, dit wordt nummer 30. Als je level 100 bent, kan je dan niet meer level uppen. Nee, level 100 is de max, maximum. Wat is maximum? Ja, verder dan 100 kan je niet. Waarom niet? Waarom kan je niet 1000 level? Papa, weet ik ga niet? Twee spellen bedenken. De wereld van Pokémon en Pokémon wereld. Oh, kijk dan, krijg gewoon 6000 experience points opeens. Dat is normaal. Kijk die muk, hoe sterk die is. Level 61. Oh, maar kerel, hoezo opeens 6000 punten dan? Wat is dat voor gekke gedoe, hé? Ik ga de wereld van Pokémon toch maken. En Pokémon wereld. En dan... En bij Pokémon wereld, daar kan je level 1000 krijgen. Level miljoen en level 80.000. En alles. Level miljoen, 80.000, 105 miljoen, 600, 200, 1000. En als je tegen die trainer, als je in het begin Charmander vangt. In het begin krijg je een Pikachu. Of Charmander, dan kan je kiezen. Maar dan zijn ze allemaal levels. In het begin gelijk al level 50, 60. Nee, hoor. 56. Je Pikachu, als je Pikachu kiest, is gelijk hetzelfde level. Zo sterk zijn ze. Gelijk, meteen. Maar, en als je dan. Daarna de Rattata's vangt en zo, dan zijn ze level 100 miljoen en zo. Zo. Level 100 miljoen, hé. In het begin al. Daar heb je sterke Pokémon's, jongen, of heb ik jou daar? We hebben de trainers ook. Maar dan, dat is toch niet leuk, want dan kun je bijna niet, hoef je ze niet meer te trainen. Zijn ze zo sterk? Oké, 5 wordt het, Noah. Nummer 5. Shiny. Nee. Shiny. Oké. Dit wordt nummer 5. Dit wordt nummer 5. Dat zei je net ook al. Want toch, je hebt toch... Ik zeg gewoon iedere keer nummer 5. Oké, dit wordt nummer 5. Ho, ho! Nee. Oké, dit wordt nummer 5. Nee, ook niet meer. Oké. Wie het eerste shiny heeft? Ja. En met wie hebben we een wedstrijd dan? Ja, met jou. Wie als eerste de shiny gezien hebt. Oké? Dat is goed. Ik ben benieuwd. Ik heb hem al gevonden. Ik zag hem net. Echt niet. Ja. Als dat zo zou zijn, dan zou je... Oh! Wow! Oh! Wow! Ja, lekker zeg! Oh, shiny! Maar wil je deze shiny? Ja, doe het. Echt? Dat is super... Oh! Bom! Oké, let's go! Wow, ik schoon me echt helemaal kapot. Dikke shiny, jongens! Boom! Lekker zeg! Hoppakee! Dikke vette duim omhoog! Lekker zeg! Dat was spannend, of niet, hé? Oh, wat dikke shiny, hé! Kijk dan, hé! Oké, we gaan even die... Ik ben kapot! Wil jij deze shiny wel eigenlijk? Tuurlijk! Kijk dan, hé. Dit is hem toch? Ja. Ja. Kijk dan, hé.
dikke Jew dude. Ho, 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 Jozef Rusman. Zo. Of niet, hé? Oké, Drop Army, dat was de video. We hebben onze shiny te pakken. Super nice dat jullie gekeken hebben. Vond je het een leuke video? Knal even die dikke duim omhoog. Abonneer op mijn kanaal en vergeet niet je vraag aan ons hieronder in de reacties te zetten voor onze Q&A video. Dus hou het in de gaten en wij zien jullie terug in de volgende Pokémon video. Mazzel!